Goedemiddag, dames en heren. Goedemiddag, welkom Hengeloers. Welkom in het theater van de stad. Dat ik namens de gemeenteraad en het college en namens al onze medewerkers u welkom mag heten. En ik wens u mede namens hen allen een echt veel voorspoed in dit jaar en een liefdevol 2018. Het is een goed gebruik om de beide ereburgers, allebei aanwezig, ja, heer Kerkhardt, heer Lemstra, van harte welkom te heten, apart. Maar ook de Hengeloers die zich in 2017, en volgens mij zitten jullie lekker hier vooraan, hebben onderscheiden. En ik ga deze talenten straks, wat al gezegd is om 17:30, even aan u voorstellen. Und herzlich welkom ook voor onze vrienden uit Emsdetten. Klaus, waar zijn ze? Ja, daar. Ach ja, heel ganz goed. En voor heute. Herzlich willkommen und auch für ihn ein schönes Jahr. Beste mensen, ik had het laatste deel van 2017 mij wel heel anders voorgesteld. Eigenlijk heel anders. Zo anders dat ik voor het eerst in 6 jaar de jaarwisseling met zeer gemengde gevoelens en emoties heb gadegeslagen. Hengelo is al 200 jaar een stad waar werken en wonen hand in hand gaan. Van een plaats met 100 boerderijen, honderden en bijbehorende landarbeidershuizen begin 19e eeuw, werd het met de komst van de familie Stork in 1868, dit jaar nota bene 150 jaar geleden, het centrum van de technische industrie. Na Stork kwam Hazemeijer, de Hemaf, de Koninklijke Zout, Hollands Signaal. Onze voorspoed danken wij aan deze bedrijven. Zij gaven en geven ons de mogelijkheid om hier te wonen. In veel gevallen zijn ze zelfs de reden dat we hier wonen. Met fusies en herstructureringen zijn deze bedrijven zich gaan omvormen tot hoogwaardige technologische industrieën. Ervaring, kennis en kunde komen hier en nu samen. En naast de vertrouwde blauwe overalls zagen we ook de witte jassen in de bedrijven, de high-tech. En ook die omvorming bracht Hengelo voorspoed. De opleidingsgraad van de medewerkers steeg en daarmee ook de lonen. Nu staan we als stad wereldwijd bekend om de meest innovatieve apparaten die hier worden gebouwd, ontworpen en gebouwd, geproduceerd. In de aankondiging in november dat een van die grootste bedrijven, nu een van die winstgevende bedrijven, wil sluiten, heeft 680 medewerkers en hun gezinnen, iedereen die ook en iedereen die mensen ten dienste staat, diep en diep geraakt. En dan heb ik het nog niet eens over al die toeleveranciers en ondernemingen die hiervan afhankelijk zijn, of het enorme gat dat het in de stad zal slaan. Samen met vele anderen heb ik tijdens de jaarwisseling die spanning gevoeld. Die duizenden Hengeloers, want daar hebben we het dan al over, die er direct mee te maken hebben moeten ervaren. Onzeker. Hoe vier je dan je kerst? Hoe onzeker kijk je dan 2018 aan? Wat valt er eigenlijk te vieren? Wat kun je ze nu wensen? Ik heb er echt meerdere keren slecht en soms helemaal niet van geslapen. Maar waarom gaat dat die stad zo aan? Waarom moeten we nu alle aandacht richten in de eerste plaats in dit jaar op deze kwestie? Dames en heren, denk aan uzelf dat werken geeft voldoening. Geeft zelfs menselijke waardigheid. Materiële voldoening en immateriële voldoening. Het is dé basis om ergens te komen wonen. En daarmee de eerste voorwaarde om te komen tot een gemeenschap. Werken en wonen
zijn twee kanten van dezelfde munt. En wanneer we spreken over sociale cohesie, over investeren in elkaar zoals we het afgelopen jaar hebben afgesproken en ook daadwerkelijk hebben gedaan, dan doen we dat vanuit de veilige gedachte dat we werk hebben, dat we inkomen hebben, dat we een huis hebben. De trek naar de stad, zegt het trendbureau Overijssel, en die heeft het ook voorspeld in die trends, zal daar ook alleen maar meer en in toenemen. Het is goed wonen dicht bij je werk en dicht bij die bruisende gemeenschap. En waarom is dit bedrijf dan zo belangrijk voor onze stad? Want je kunt ook zeggen, ach ja, het zijn maar 680 gezinnen. Je ziet dat bedrijven namelijk elkaars nabijheid zoeken. De een is er omdat de ander hier is. Een bedrijf van deze omvang dringt een fundament weg waarvan alle andere bedrijven gebruik maken. En met het bedrijf verdwijnt kennis. Met het bedrijf verdwijnt ervaring. Het destabiliseert onze stad. De situatie voor bedrijven, voor instellingen, voor onderzoeksinstituten, toeleveranciers, onderwijs. Precies een jaar geleden besloot de gemeenteraad te investeren in de stad. Onder andere door de bouw van het nieuwe stadskantoor en de toekomstige binnenstad. Dat is ook de reden dat we hier vandaag zitten, niet in het stadhuis, maar in dit theater. En ik gaf u vorig jaar aan dat investeren een uitstekende manier is om voorspoed te bevorderen. Dat kan, zo gaf ik aan, door te investeren in uzelf, in elkaar, in de stad, in Hengelo en onze regio Twente. Maar toen we dat bericht ontvingen van het aangekondigde vertrek, ben ik emotioneel getroffen door de kracht die leiders van andere bedrijven en diverse ondernemers in onze stad en onze regio zijn gaan vrijmaken. Binnen een week was er een taskforce die zich voor 200% inspant om te komen tot het behoud van arbeidsplaatsen. En zich daarnaast richt op het zichtbaar maken van de onderlinge samenhang in relatie tot het grote belang in de hoogwaardige technische industrie. Dat doen ze samen met de bestuurders in onze buurgemeente en in onze provincie. Maar ook met de bedrijven en instellingen om Siemens heen. Denk eens aan die mooie boodschap die u al weken ziet op het poppodium Metropool. We moeten de banen houden in het grote scherm. Het is echt hartverwarmend, hoe ook de leden van de Twente Board zich nu gaan inzetten en blijven inzetten voor dit gezamenlijke doel. Uiteraard kon u verwachten dat het behoud van werkgelegenheid het hoofdthema zou zijn in mijn nieuwjaarsboodschap vandaag. Maar het is ook het thema van Onno van Veldhuizen in Enschede. En het is ook het thema van Arjen Gerrits in Almelo. Het is ook het thema van Ellen Nauta in Hof van Twente. En van al die collega's die beseffen dat we er samen voor staan en het ook alleen dan bereiken. Zelden heb ik het gezien, en vandaar dat ik het gemengde gevoelens daar ook bij heb, is dat zo helder wordt gemaakt dat we wederzijds afhankelijk zijn van elkaar. Iets wat mogelijk als vanzelfsprekend is, is aan Johan zo. En gewoon wordt ervaren, wordt de laatste 5 weken overduidelijk. Samenwerken vraagt ook erkenning daarvan dat je niet zonder elkaar kunt. Dat moet je uitspreken. Ik kom tot een afsluiting. Het is nu 9 dagen 2018. Het jaar waarin u naar de stembus mag voor een nieuwe gemeenteraad op 21 maart. Waarin u uw stem mag geven aan die partij die volgens u het best uw belangen voor u en voor Hengelo vertegenwoordigt. Er gaan, voor zover we dat nu weten, 12, 13 partijen meedoen aan de verkiezingen. Elk met een eigen programma, eigen speerpunten en eigen beloftes. U gaat de komende weken dan ongetwijfeld meer van horen en zien. Er komen debatten en een stemwijze om ook uw keuze te kunnen maken. Met uw stem helpt u mee de juiste mensen in te kiezen die zich gaan inzetten in de gemeenteraad van onze stad en het college maken voor het dagelijks bestuur van die stad. Om zich maximaal in te zetten voor het behoud van werk in Hengelo
voorop en nu. Mijn helaas te vroeg overleden collega Eberhard van der Laan. Hij zei het. Hij zei het helder in een van zijn allerlaatste optredens. Ook een klein beetje terugkijkend. En hij zei, besteed aandacht aan die dingen die van wezenlijk belang zijn. En vermijd onderling gekibbel. Het Sociaal Cultureel Planbureau, maar ook ons Trendbureau en Onderzoeksbureau voor Overijssel melden dit als een van de belangrijkste aandachtspunten. Het benadrukken van onderlinge verschillen tussen mensen leidt alleen maar tot tegenstelling. Het zet mensen en groepen tegen elkaar op. En in feite ging Eberhards verhaal over het feit dat we wederzijds van elkaar afhankelijk zijn. Ik hoop dat de politieke partijen in hun partijprogramma's deze erkenning verwoorden en dat u als kiezer mee blijft investeren in deze prachtige, bruisende stad. Meer dan ooit hebben we het nu nodig dat we samenwerking zoeken met onze partners en onze aandacht richten op wat echt belangrijk is. En voor ieder van u is dat de aandacht zijn voor u samen en voor u nu en om die onzekerheid, als je in onzekerheid ook met elkaar verkeert. Ben er met andere woorden voor elkaar. En laat elkaar nu weten dat de Hengeloers weten hoe ze een goede buur moeten zijn. Ik wens u nogmaals een heel voorspoedig en liefdevol jaar. En dat die voorspoed voor die 680 gezinnen al mijn aandacht zal vragen de komende 6 maanden, zal hopelijk nu wel duidelijk zijn. Laten we dan ook samen daaraan werken, want ik kan het niet alleen. En met betrekking tot het liefdevolle hebben we dagelijks een taak in de nabije omgeving. En het helpt ons, helpt u, helpt jou in je persoonlijke geluk. Ik kom straks nog bij u terug, maar laten we daarop proosten.